Dus die eigen bijdrage die volgt pas in juli, als we denken het toegangstesten bijna niet meer nodig te hebben, alleen nog voor hele grootschalige bijeenkomsten. Een vraag van de heer Van Hagen en dan mevrouw Van der Plas. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat mij stoort is dat ik de vorige keer expliciet heb gevraagd wie gaat dit betalen. En toen zei nee, de ondernemer gaat dit niet betalen. U wist op dat moment volgens mij dat we de volgende dag, de dag daarna dus, een wetsvoorstel om ons oren zouden krijgen waarin gewoon 7,50 stond. Had het dan niet gewoon, was het dan niet normaal geweest als u op dat moment had gezegd, nou, het is nog wel een tijdje weg, maar morgen krijgt u een voorstel. Dat was volgens mij vollediger geweest en dat had mijn irritatie in ieder geval weggenomen. Maar helder is om ook nu te stellen, de ondernemer gaat dit niet betalen. De ondernemer gaat het niet betalen. Er komt wel een eigen bijdrage. Dat heb ik volgens mij vorige keer ook genoemd. En hoe het exact is gegaan, dat wij op die donderdag zelf een bewindspersonenoverleg hebben gehad om met een aantal collega's af te spreken. Maar hoe zullen we dan op de langere termijn ermee omgaan? Op de kortere termijn hebben we gezegd, is het rekening overheid? Dat heeft u ook in alle brieven kunnen lezen. En daarmee rekening van ons allemaal. Hè? Want de overheid heeft zelf geen geld. Dat is ook gewoon allemaal belastinggeld. En vervolgens hebben we gezegd, maar zou het dan ook niet redelijk zijn als het toegangstesten eigenlijk voor de gewone restauranteigenaar al niet meer zo nodig is, als het toegangstesten voor een gemiddeld theatergezelschap al niet meer nodig is, voor een bioscoop niet meer nodig is. Nou, voor al die gewone elementen niet meer nodig is, omdat je eigenlijk tot en met stap 5 van het openingsplan al hebt gehad, dat je alleen nog voor hele grote bijeenkomsten dat toegangstesten moet doen, waarbij je toch als festivalganger een kaartje zult moeten kopen, dat je daar dan nog een eigen bijdrage voor vraagt. En dat is inderdaad pas besloten op die vrijdag in een aanpassing van het wetsvoorstel op die donderdag. Dat wetsvoorstel is op donderdag aangepast om dit lange termijn element eraan toe te voegen. De heer Van Haga. Ja, voorzitter, ik geloof hier helemaal niks van. En Het lijkt me ook zeer onwaarschijnlijk dat de minister dat op dat moment, dat hij daar ook nog helemaal niets van wist en niet vermoedde dat er aan zat te komen. Maar goed, zeker. Toch even voorzitter, want anders blijft het hangen. De vraag was, moeten ondernemers eraan betalen? Het antwoord is nee, ondernemers hoeven niet daar te betalen. Dat ging nu, gaat nu door mij heen praten. Ik laat u even gaan. Maar dat was precies mijn vervolgvraag en het wordt nog steeds, het wordt nog storender eigenlijk. Die 7,50 die gaat in uw volgens u gaat die niet betaald worden door de ondernemer. Als er bij de ingang 7,50 betaald moet worden, dan gaat iemand dat betalen. Het is niet zo dat geld aan de bomen groeit. Hè? Dat geld is van ons allemaal en dan gaat de belastingbetaler het betalen. Maar als de klant het gaat betalen, dan gaat ongetwijfeld die ondernemer dat voor zijn rekening nemen. Dat gaat ergens betaald worden. En u heeft waarschijnlijk weinig ervaring in het bedrijfsleven. Maar ik kan u garanderen dat als de klant het moet betalen, dan gaat die ondernemer er zijn best voor doen om die klant binnen te krijgen. En als ik dan met mijn gezin van 6 personen 45 euro moet gaan betalen om op een terrasje te gaan zitten of ergens een festival binnen te komen, dan gaat die ondernemer mij dat faciliteren. En dus die ondernemer gaat het wel betalen. Nee, de minister. Het is echt onjuist, maar wel goed om dat even uit te spreken ook met elkaar. Het is echt onjuist, dat terrasje hoor ik vaker terugkomen, daar gaan we sowieso niet toegangstesten. Toegangstesten op een terras slaat nergens op, dat gaan we niet doen. Toegangstesten in een restaurant, ja, alleen als het met toegangstesten dat restaurant voller kan zitten en die ondernemer dus meer geld over kan houden aan het einde van de avond dan zonder toegangstesten. Alleen dan. En in die fase van het toepassen van de toegangstesten is het sowieso rekening overheid. En waarom? De ratio daarvan is, dan hoef je dat niet in de vorm van steunpakketten uit te keren. Maar dan kan dat gewoon verdiend worden door die ondernemer, want dat wil die namelijk ook. En de rekening wordt nog door de klant, nog door de ondernemer betaald als het toegangstesten op die manier wordt toegepast. Dan 5 stappen in dat openingsplan verder. Zijn we op 1 juli. En dan gaat de heer Van Haga gaat naar een festival, naar Lowlands. Ik zie het zomaar voor me. Dan moet hij toch al meerdere tientjes betalen voor dat toegangstestkaartje. En dan wordt hem ook nog gevraagd, inderdaad, een deel van de kosten, niet eens allemaal, maar een deel van de kosten, namelijk die 7,50, om die af te rekenen bij de teststraat. Ik denk dat dat er best bij kan. Gaat die ondernemer dat dan overnemen, die kosten? Dat denk ik niet. Wordt het festival nog steeds flink afgevuld? Ik denk het wel. Ik denk dat zoveel mensen zin hebben in die festivals. Die gaan die 7,50 echt wel erbij betalen. Heer Van Haga. Voorzitter, ik denk dat de minister geen idee heeft van hoe de economie werkt. Als daar 7,50 op een kaartje wordt toegevoegd, gaat dat ergens
een gevolg hebben. Of er komen minder mensen, of de ondernemer gaat het oppakken. En natuurlijk heb ik misschien per ongeluk het terras genoemd, maar het zijn voor allerlei festivals, allerlei dingen, gaat u dat instellen. Dat gaat ergens terechtkomen, die kosten. En dat gaat bij die ondernemer, gaat dat effect sorteren. Of in het aantal mensen dat er komt, of hij gaat dat compenseren aan de klanten die dan wel moeten komen. En u heeft geen idee, want die ondernemers die hangen op dit moment met hun hoofd in de strop. Dus het is hartstikke leuk dat u zegt, nou, ze kunnen wat extra verdienen. Nee, ze kunnen helemaal niks verdienen. Ze zijn op dit moment kapot aan het gaan. Dus of ze 20 of 30 of 40 mensen extra mogen hebben, terwijl er nog voor betaald moet worden door die klant, ook is een absolute godspe. De minister. Kijk, dit is precies de reden dat ik, want dit is waar. Heel veel ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca, laten we die ondernemers eens voor ons halen. Dat is echt droog brood. En natuurlijk, dus bestaan steunpakketten, maar die voldoen nooit helemaal de lasten die die ondernemers wel degelijk maken. Mensen op de payroll hebben, daarvoor moeten betalen, niet weten of je het einde van de maand wel haalt. Dat zijn hele, hele grote zorgen op dit moment. En daarom, is het nodig om te kijken wat zou nou epidemiologisch verantwoord zijn. Maar waarmee zou je nou die ondernemer meer ruimte, meer slagkracht kunnen geven op een hele korte termijn? Niet straks, niet pas juni of juli, maar liefst al bijvoorbeeld eind mei. Dat zou ik heel mooi vinden als dat zou kunnen. Daarvoor is dat toegangstesten bedoeld. En dan zegt de heer Van Hagen terecht, ja, als je dan dat toegangstesten voor rekening of ondernemer of rekening klant brengt, dan weet je zeker dat het nooit een succes wordt. Dat klopt. Daarom hebben we ook gezegd, in mei willen we het zelf betalen. Of zelf, met elkaar. In juni ook. In juli ook. Maar vanaf 1 augustus achten wij het mogelijk inderdaad om die 57 te vragen. En waarom achten wij dat mogelijk? En waarom denken wij niet dat er dan sprake is van een tweedeling? Omdat het niet meer gaat over de gewone dingen van het leven. Niet meer gaat over gewoon een avond uit eten of gewoon naar een theater, waar een theatergezelschap graag zijn stukken wil opvoeren, waarschijnlijk voor meer dan die 30 mensen die er op dat moment in een zaal mogen zitten. Omdat het dan gaat over hele grote bijeenkomsten. En voor al die andere dingen wordt niet meer voldaan aan de norm die we onszelf in het wetsvoorstel opleggen. Namelijk toegangstesten alleen maar toepassen als er eerder dingen mogelijk zijn of meer dingen mogelijk zijn. Want anders komt het niet door de proportionaliteitstoets heen die wij zelf in het wetsvoorstel hebben geschreven. Uw laatste vraag, meneer Van Hagen. Is mijn allerlaatste vraag? Heb ik dan helemaal geen vragen meer? Nee. Ja, dan helaas. Wordt het heel lastig, want ik heb nog heel veel vragen. Maar ja. U heeft nog wel een tweede termijn, maar het is voor iedereen hetzelfde. Dus. Nou nee, oké, dan vergeten we dit even, want dan heb ik nog een andere vraag. En die had ik gesteld en ik hoop dat ik daar ook antwoord op zou hebben gekregen. Maar dat gaat over die antigeensneltesten. Hè? Die zijn notoor onbetrouwbaar, veel onbetrouwbaarder dan de PCR-test nog. Dus hoe gaat u dat faciliteren? Want we hebben heel veel, uiteindelijk zullen we heel veel vals positieven hebben, maar ook heel veel vals negatieven. En dat moet u toch zorg baren. En ik weet dat ik nu geen vervolgvraag meer mag stellen, dus ik hoop dat de minister zich kan uitputten in een antwoord waar ik meteen tevreden mee kan zijn. Ja, dat probeer ik eigenlijk elke week, voorzitter. Ik slaag er niet altijd in, moet ik zeggen, in de richting van de heer Van Hagen in ieder geval niet altijd in. Kijk, we willen wel gebruik maken van die antigentesten, want sneltesten, want praktisch toe te passen, want goedkoper, dus dat is ook belangrijk. Maar we willen alleen gebruik maken van de betrouwbaarste antigentesten. En daarom hebben we een heel uitgebreid validatieprogramma gehad. En we hebben dat op een goede manier wetenschappelijk laten begeleiden. En we willen alleen de beste antigentesten daarvoor gebruiken. Die hebben we dus ook ingekocht. Die moeten aan bepaalde normen voldoen, ook betrouwbaarheidsnormen voldoen. En er moet aangetoond zijn en alleen die testen gebruiken. Dat is één. Twee is, die field labs, waar mevrouw Marijn is op zoek gaat naar een beter woord voor dat woord field lab. Dat zijn eigenlijk de wetenschappelijke settings, de experiment settings, om het toegangstesten uit te proberen. De pilot toegangstesten die we in april doen, die zijn eigenlijk bedoeld om het toegangstesten, gewoon hoe werkt dat nou praktisch, uit te proberen. Maar die field labs, dat evenement bijvoorbeeld, voor het eerst zittend binnen, dat zakelijk evenement in Utrecht was de eerste. Er is er eentje geweest in een paar cafés in Utrecht. Er zijn verschillende field labs zijn er geweest om uit te proberen hoe werkt dat eigenlijk als je toegangstesten doet. En wat is het gedrag van mensen binnen en hoe leidt dat met voor- en natesten tot een besmettingsrisico, een bepaald besmettingsrisico wat acceptabel is gegeven de besmettingsgraad buiten. Nou, die besmettingsgraad buiten is nu hoog. Dus dit is ook het moment om die field labs uit te proberen. En daarom worden die goed wetenschappelijk begeleid. Er waren ook een aantal vragen over. Nou, dat hele onderzoeksprogramma is opgezet in samenwerking met de Radboud, met TNO, met TU Delft, TU Twente, de Breda University of Applied Science.
En zo wordt dat onderzoeksprogramma begeleid. Wat we daarvan leren is in welke setting is het verantwoord om met een flink aantal mensen bij elkaar te zijn na de poort van het toegangstesten. En ja, daarbij maken we gebruik van antigentesten en dan moet je altijd ervan uitgaan dat er een aantal vals negatieven tussen zit. Dus die krijgen een negatieve uitkomst, maar die hebben eigenlijk wel degelijk, als ze een PCR-test hadden gedaan, zouden ze wel degelijk positief getest worden. Nou, dat moet je verdisconteren in het feit dat deze mensen anders ook niet alleen maar binnen op de bank een boek hadden zitten lezen, maar die waren waarschijnlijk ook dat weekend toch wel ergens buiten geweest. Dus dat moet je dan meerekenen. Dus wat je probeert te doen uiteindelijk is te kijken, is die setting achter de poort, is dat een voldoende veilige bubbel om met meer mensen dan anders verantwoord te zijn, zou zijn, bij elkaar te zijn. En zo zijn die field labs opgezet en de lessen die we daaruit trekken, die verwerken we vervolgens in het toegangstesten. Voorzitter, dat was echt niet het antwoord. Ik had een hele simpele korte vraag. Die Abbott-testen... Ja. 40% daarom geef ik u de gelegenheid, ja, omdat de vraag niet helemaal beantwoord is. Ja, gelukkig dat u het met me eens bent. Maar 40% van die antigeentesten zijn gewoon fout. Doen het gewoon niet. Zijn gewoon slecht. Dus dan kan je toch niet zo'n heel field lab mee gaan organiseren... of een hele testsamenleving mee gaan opzetten. Die antigeentesten zijn daar niet voor geschikt. Dus het is een hele simpele vraag. Vindt u ze geschikt genoeg of niet? Ja, ze zijn geschikt genoeg. Dat is denk ik een goede formulering. Want zijn ze 100% betrouwbaar? Nee, natuurlijk. Geen enkele test is 100% betrouwbaar. Is de PCR-test betrouwbaarder? Jazeker. Ik ken uw enthousiasme over de PCR-test, maar die PCR-test is zeker betrouwbaarder. Maar zijn ze voldoende betrouwbaar om een field lab mee te kunnen doen? Het antwoord is ja. Mevrouw Van der Plas van BBB en dan mevrouw Westerveld. Nog even.